Dat waren een paar fragmenten uit haar vorige theaterprogramma. Voor Karen Bloemen toen al qua kritieken een doorbraak. Want unaniem werd die show enthousiast ontvangen. Maar dan, wat las ik onlangs in de krant? Daar gaan we weer. La Bloemen in Gouden Lijst. Zelden zag ik zoiets goeds. Show met echte Broadway-allure. Bloemen staat in Nederland eenzaam boven de schaamtegrens. La Bloemen is Madonna, Bette Midler en Sinéad O'Connor in één. Kortom, als we hier niet met de showbiz-verdette van dit land te maken hebben, dan weet ik het ook niet meer. Karen Bloemen. Als je dat leest, dan denk je stoppen, want hier kom ik nooit meer overheen. Ja, dat klopt. Weer. Dat was al bij Karen in Concert. Had ik al iets van, jeetje, wat te gek. En hoe moet het nou de volgende keer? En nu heb ik echt iets van, ik geloof, 10 jaar maar niks doen. En alleen maar denken, Ja. En het begon allemaal bij de Lange Dijk Operettevereniging Cecilia, toch? Ooit. Ooit, ja. Ja, daar had je al je eerste bijnaam, geloof ik, hè? Ja, ja, Mien Operettetrut, ja. Ja. En nu ben je opeens de roomblanke Tina Turner. Ik begrijp inmiddels ook wel waarom. En de Nederlandse Bette Midler. Nou zijn al jouw programma's min of meer persoonlijk, hè? Er zit heel veel van jezelf in, heel veel van je eigen leven. En een van de meest frappante dingen die je ooit gezegd hebt is: op mijn 14e heb ik besloten dat ik recht heb op geluk. Waarom toen? Dat was zo'n heel belangrijk moment na de scheiding van mijn moeder en mijn stiefvader. En dat was ook net zo'n periode dat je tentamens krijgt en weet je, voor het ateneum en gedoe. En dus steeds meer spanning en ik had het heel lang mijn hoofd boven water gehouden. En toen trok ik het niet meer en toen heb ik echt iets van 2 uur aan een vijver gezeten en me blind zitten staren op een stel eenden. En ik dacht, ja, als die kunnen leven, dan moet ik het toch ook kunnen. En toen heb ik eigenlijk pas achteraf een hele belangrijke beslissing genomen. Namelijk dat ik dat recht heb. Recht op geluk en ja. Op liefde en op aandacht en een beetje zachtheid en tederheid. En ook recht op mijn eigen kwetsbaarheid en mijn eigen kracht en mijn talent. Want dat betekent dat je dus zoiets kan besluiten voor jezelf en dat je geest dat ook volgt. Je geest doet dan wat je wil. Ik weet niet of dat bij iedereen zo werkt. Ik ben niet standaard, denk ik. Maar jij kan dat. Blijkbaar kon ik het toen. Maar dat was toen ook echt heel belangrijk, omdat ik was zo door zulke dalen gegaan. En dan, ik moest voor mezelf het echt zeggen en het benoemen om door te kunnen. Ja. En daarna was het natuurlijk niet meteen allemaal, wat hebben we het nou leuk. Maar het was wel een stuk beter. Je geest kan het en je lijf kan ook alles wat je aan het lijf opdraagt. Hè? Want ik wist niet wat ik zag daar, maar die benen die gaan in een spagaat zoals ik nog nooit gezien heb. Dat scheurt niet uit ooit. En dan zat een soort gillende vrouw naast me en zei, oeh, wat gebeurt er? Ja, het is echt, dat dans is echt te erg. Ik had ook nog nooit op spitsen gestaan, 1 keer toen ik jong was in een les. En toen dacht ik alleen maar, dit doet heel zeer. Dit wil je niet, dit is niet leuk. Ja, want je staat op zulke dingen dan opeens, ja, hè? Maar ik weet, het is natuurlijk net als, ze zegt altijd, je bent een circuspaard. Als je zodra het publiek zit, dan kun je dingen die je gewoon nooit kon. Nee. En dat was met die spits ook. De eerste avond, en ik ga me toch een partij op die spits. Ze zeggen, lang uit. Nee, gewoon goed. Oh, goed. Ik kon het. Oh, ik schrok en ik bleef, al. Ja. Ik ben niet gevallen. Ik kon het gewoon, echt belachelijk. Maar je hebt dat toneel en het theater en het publiek ervoor nodig. Bij de slager zou het veel minder gaan, bijvoorbeeld. Nee, heb ik ook publiek, de slager. Ja, het komt gewoon goed. Ja. Elk theaterprogramma zo ongeveer heb ik de indruk, met iets afgerekend. In je eerste theaterprogramma rekende je af met je dikte. Die was klaar. Hè? Oh ja. Dat ging steeds maar over dik zijn. Toen kwam je bij Purper. Toen rekende je af met incest en kinderverkrachting. Hè, waar je al een aantal keren wat over gezegd hebt. En volgens mij ben je nu klaar na dit programma. Op het eens aan het eind staat daar de echte Bloemen die niemand meer nodig heeft. Klopt dat? Ik wou dat het waar was. Dan was ik zo'n gelukkig mens. Maar je bent nooit klaar met dingen als incest. Je bent nooit klaar met het zoeken naar je geluk. En naar de kern en de essentie van het leven. Dat zo makkelijk is het niet. Mijn theaterwerk geeft me gelukkig heel veel vreugde en lol.
Maar dat kan natuurlijk niet alleen maar in het theater. Je privépersoon wil dat ook. En het is een heel andere strijd. En die wordt op een heel ander niveau gestreden. En dan is het allemaal helemaal niet zo klaar als dat we allemaal maar denken van mij. De beroemde stiefvader waar we het net over hadden, daar trouwt je zus ook nog mee, wonderlijk genoeg. Die overlijdt dan. En haar kind voed je nu al 4,5 jaar op. Dus je bent nu 4,5 jaar moeder van de dochter van je overleden zus. En de zoon. De zoon, precies. De kanjer van Nederland. En dat gaat ook allemaal zomaar, want van de een op de andere dag ben je dan, behalve La Bloemen de vedette, ben je ook nog moeder. Nee, dat ging ook niet zomaar. Oh. Nee, het moederschap is een wonderlijk ding. En ik wist niet dat er in een vrouw, zo'n moederinstinct zat. Dat toen ik Gerben, de eerste dag dat ik hem in huis had, dat ik dacht, je blijft er van af. En als je, iedereen, weet je, meteen. Ik had een soort van, elke nacht ging ik ook kijken of hij ademde. En ging kijken of het allemaal wel goed met hem ging. En voortdurend zijn hand vasthouden. En het was mijn kind. Zonder traumatisch of helemaal hyper. Gewoon zo bezorgd om zijn geluk. En zelfs ook bij hem denk ik, hij moet gewoon gelukkig worden. Het is zijn recht om, het kind Jezus, toen hij 6 was, had hij al alles meegemaakt. Nou ja, te veel. Ja. Echt te veel. En jij brengt hem iedere ochtend, al kom je om 4 uur 's nachts uit Leeuwarden, om 8 uur naar school. Ja. En staat er met een bord afblijven. Ja, precies. Precies. Ja, maar hij zegt, het is de liefste jochie van de wereld, echt waar. Ja, maar dat zeggen natuurlijk alle moeders over hun eigen kind. Ja, nou, mijne niet hoor. Nee, dus dat heb je alweer gelijk. Nee. Nou, had je vroeger op school een enorme talenknobbel, hè? En dat komt volgens mij omdat je als kind, als je het even niet meer zag zitten, door de weilanden in de buurt van Schagen, waar je vandaan komt, liep. En dan ging je met iedereen praten, hè, met de paarden, om te kijken wat daar dan nog vandaan kwam. Maar ook in allerlei talen. Waarom ging jij opeens dan als kind in allerlei talen praten en hoe ging dat? Omdat wij een winkel hadden en ik als kind in die winkel werkte. Er kwamen Duitsers en Fransen en Engelsen. Vond ik echt ongelooflijk dat iemand zei, can I help you? En dat dan iemand een heel verhaal, oh yes, I would love to see this thing. En dan dacht ik, hoe kan dat nou? Dat versta ik helemaal niet. Dus ik dacht, had ik bijvoorbeeld een keer een hele zak met dubbeltjes gejat uit de kassa. En dan ging ik naar de ijskoman en dan bestelde ik ijs in het Engels. I would love to have some ice cream, please. En dan kreeg ik ijs en het vrouwtje had iets van een raar meisje. Maar ik dacht, ze herkent me niet. Dus het was voor mij de grote tovertruc om iemand anders te zijn. Dus tegen de paarden speelde ik Drasmetters, dat woordje wat Jagun Jodetsk. En dan keken ze me aan. De Russin die toevallig in het weiland van Schagen geraakt was. Ja, en dan weet niemand dat ik het ben, dan kan ik gewoon andere dingen doen. Het was mijn vluchtroute om leuke dingen te doen. Ja, je sprak dan allerlei talen. Hongaars, Russisch, maakt niet uit. Nee, en als het nu nog was, Ja. Nee, echt gênant. Als ik sta te stofzuigen, dan moet je echt langskomen. Het is enig. Ben ik in mijn eigen wereldje en dan sta ik... En dan alles komt voorbij. Het is heel dom. Ja. Maar heerlijk. Die talen waren een vluchtroute. De prinses die zo'n grote rol speelt in het theaterprogramma is ook een beetje een vlucht voor jou. Want je hebt altijd gedroomd om een prinses te zijn. Om in ieder geval die werkelijkheid een beetje kwijt te kunnen raken. Klopt dat? Nou, ik heb de droom toen ik, zal maar zeggen, 4, 5 of 6 was. Toen droomde ik natuurlijk, ik word een prinsesje. Maar dat droomt volgens mij iedereen. Ik droomde ook dat ik met Heintjes zou trouwen. Ja. En toen ik jaren 14 was, was het David Cassidy. Dus ik heb toch wat problemen naast alle anderen die ik nog moet verwerken. Ja. Maar ik vond het prinsessenlijn. Het prinsessengevoel is bij kinderen heel sterk. Dat je denkt, dat zijn niet mijn echte ouders. Mijn echte ouders zijn koning en koningin. Je wilt zo graag vluchten in een soort subrealiteit om bijzonder te zijn. Elk kind wil bijzonder zijn. En dat hele mechaniek kun je gewoon echt ontwikkelen. En dat is wat ik gedaan heb in mijn theatershow. Ze allemaal overdreven neerzetten en laten zien dat alles wat je aan een vlucht probeert, dat het alleen maar wegvluchten van jezelf is. Dus dat de route terug automatisch ook weer moet om weer tot een gelukkig mens te kunnen komen. Goed. Was het een beetje... Nou, ik laat even een witje vallen, dat iedereen het thuis nog even mee kan schrijven, die laatste zin. Prachtig. Tot slot. Sorry. Het leven heeft je heel veel geleerd. Het is wonderlijk hoe je al die tegenslagen tot en met het faillissement van je manager aan toe, waardoor je bijna je huis nog moest... Ik bedoel, alles heb je in het leven al gehad. Dus het kan alleen nog maar lekkerder worden vanaf nu, denk ik. Ik trek het aan, hoor. Dus je moet oppassen. Ik pas heel erg op. Ik verdwijn straks heel stiekem. Daarnaast heeft het leven je veel geleerd. En leer je ook van mensen om je heen, hè? Want je lijfspreuk komt volgens mij van je vriendin Adelheid Rozen. Die zei er veel. Maar vooral, je moet leven vanuit je hart, je hoofd en je kruis. En niet één... Ja. Ja.
Nee, maar dat vind ik heel wijs. Veel mensen gaan rationeel te werk en denken, ik sta er bovenop. Ja. En vergeten hun hart en vergeten hun liefde en hun seks. En anderen leven alleen maar vanuit seks en denken, dat is het. En vergeten gewoon na te denken. Dus dan ook weer stomme dingen, zoals enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als je ze alle drie bij elkaar hebt, dan kan het bijna niet misgaan. Dan blijf je eerlijk en open. En wat zei ze nog meer, joh, ze hebben zoveel. Adelheid is een wijs mens, is een lief mens. Morgenochtend in de supermarkt zie je opeens heel veel Nederlanders tegen elkaar fluisteren. Leef je ook vanuit je hart, je hoofd en je kruis? Ja, precies. Goed, volgens mij is dat de meest prachtige lijfspreuk die alles samenvat. Je gaat iets zingen uit je programma, hoe schor je ook bent. Hè? Ja. Want je geeft elke avond alles en volgens mij is er niks over. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit stuk klinkt. Maar dit stuk kan het wel hebben. Ga even naar je eigen band toe die hier staat. Ga ik je op zo mooi mogelijk aankondigen. Uit haar programma La Bloemen zingt Karen nu, begeleid door haar eigen band, een geheel eigen interpretatie van Edith Piaf's Non, je ne regrette rien. Toepasselijker zou ik haast willen zeggen, kan niet na dit gesprek. Nee, ik heb nergens spijt van. Dames en heren, hier is Karen Bloemen. Ja.